Zo hoort het op de burgemeester van de Poolstraat, maar dit is toch ook wel staande praktijk. Dat was er weer eentje. Ja. Deze drempels liggen er sinds november om eindelijk eens iets te doen aan deze beduchte sluiproute door Slotermeer. Maar zoals je ziet heeft dat geen enkel effect. We hebben er wel 38.000 euro aan uitgegeven, maar de Amsterdammers hebben er niks aan. En dat zien we graag anders. En dat punt heeft Kojoen Tjoe ook nog even op de stoeptegel gemaakt. En de Amsterdammer is naast raadslid overigens ook rijinstructeur. Hé, rammen met die hap. Ja? We gaan over de drempel heen. Nou, je zult merken dat het behoorlijk heftig is om over zo'n drempel heen te rijden. Maar we nemen hem ook nog weer even op deze manier terug. Ja, en dit waren de drempels, dus daar merk je vrij weinig van. Nou, u bent geslaagd hoor. Dank u wel. Kojoen Tjoe pleit voor een volledige herinrichting van dit stukje Amsterdam, waar in het verleden gemeten snelheden van tegen de 100 km per uur werden gehaald. Ik ben er voorstander van dat wij ons gaan focussen op de locaties daar waar echt ingegrepen moet gaan worden. En dat we daarvoor de portemonnee gaan trekken in plaats van dit soort schijnveiligheid te creëren. En daar wordt het politiek, want Denk vindt dat met het weinige geld dat er is dus gekozen moet worden. En dan dus niet voor een maximumsnelheid van 30 km in vrijwel de hele stad, met volgens de partij meer van dit soort weggegooid geldmaatregelen. Maar wat blijft er dan nog over van in de hele stad 30 km? Dan wordt het misschien maar 40-50% 30 km. Nou, wat is het alternatief nu? Overal een klein beetje veiligheid. Nou, dit is het resultaat. Dit is toch geen veiligheid? Wethouder Van der Horst werkt nu aan haar plannen om die 30 km zone volgend jaar in te voeren. Maar veiligheid is daarbij volgens een woordvoerder vertrek en eindpunt.